Welkom bij de hoogtepunten. Een beetje een korter weekje dan normaal, want we hadden natuurlijk vakantie. Maar goed. Bevrijdingsdag, dodenherdenking. Dat allemaal poeh, stemmig eindig je nu. Je merkt niks van hoor dat het korter weekje was. Wordt gewoon leuk. Veel plezier. Veel plezier. Mattie en Marieke. Wat was het hoogtepunt van je vakantie? Koningsdag. De buren hadden een DJ op hun dakterras gezet. En dat is echt maar één heel groot appartementencomplex dat allemaal uitkijkt op één en dezelfde moestuin binnenin. Dat was één groot festival. Er was echt niet normaal. Het was gewoon een reef. Ik ben om 8 uur met een katslam omgevallen. Ja. En Annemarie was erbij. Uiteindelijk werd ik gevonden door mijn vriend. Die zei liever, ik stop je in bed, want je bent ontzettend dronken. Die heeft mij met kleren en al in bed gestopt. Nou, wat heb ik gedaan? Leuk dat je het vraagt. Ik heb een voet voor mijn parasol gekocht. En we gaan beginnen. Heb ik nou gewoon goed gezien dat hier vanmorgen een fietsje geparkeerd stond? Dat klopt. Nou, dat is toch even... Ik vind dit een moment in time, hoor. Hey. Merk dat ik het ongezellig vond. Ja, ik heb jou gemist vanochtend. Wij zijn wel echt... We hadden elke jullie worden echt een klefsetje, mag ik dat zeggen? Maar ik zit er dus nu aan te denken om Arnie van de trap af te duwen. Zodat ik er weer op kan. Maar doe even, dan gebeurt er even wat tussen jullie. Ik zit echt tussen twee beste vriendinnen zit ik hierin. Dat is echt niet goed. De grote boodschap bij iemand anders thuis doen. Kleine huizen waarbij het toilet praktisch in de woonkamer zit. Ja, daar doe je het niet. Nee, daar doe je het niet. Of als er het een plateautje is in plaats van een plons wc, dan beslis ik ook nog wel eens om hem gewoon weer in te slikken. Jezus. Ik weet gewoon niet wat ik hoor. Als ik kopjes geef. Even de kadetten op elkaar hier terugglijden. Ik kan niet meer. De afgelopen vakantieweek ging ik vaak 's ochtends even 25 minuutjes sporten. En dan na een uur was ik helemaal mezelf. Ik ben echt totaal verloren qua lichaamsbeweging. Ik voel mezelf dikker worden. Alleen mijn zonnebril past nog. Echt. Het is gewoon vreselijk. Maar je mag dus ook zelf een mondkapje gaan fabriceren. Je hebt eigenlijk maar twee dingen nodig. En dat is een sok en een schaar. Dus daar waar de tenen zitten, dat gaat eraf. Hetzelfde gaan we met de bovenkant ook doen. Ja? We gaan de binnenbocht gaan we doorknippen. Knip je hem in de lengte door? Jullie hebben een heel ander vorm. Ach, Mattie. Je hebt het verkeerd gedaan. Dus je moest hem zo doorknippen. Ja, we kijken nu naar een totaal verkrachte sok. Hoe kan dit nou nog een mondkapje worden? Je luistert ook niet naar wat ik zeg. Dan knip je hem alleen maar in de bocht. En dan hou je een klein lusje over. En dan kan ik hem zo probeer opdoen. Even. Echt oh, ik heb toch ook nog een fout gedaan. Nou ja, goed. Okay. Het is niet ingewikkeld. Ik heb zoveel zin in dat vaccin. Ik ook kan niet wachten. Ja, spuit. Echt zin in. Ik heb wel vaak zin in een vaccin, maar zoveel zin heb ik nog nooit gehad. Oh, lekker op het fietsje naar de GGD. Normaal gesproken kom je daar alleen maar voor SOA-test. Mag ik alvast een ja of nee'tje opgooien? Wacht even. Oh. Wat zei je? Mag ik alvast een ja of nee opgooien? Natuurlijk. Reggae-muziek. Gewoon reggae-muziek? Zo van reggae-muziek wil je? Zo van wat vind je? Zeg je daar ja of nee tegen? Komt die door de commissie heen? Want jij zit... Nee, natuurlijk niet. Nee, maar laat hem dan nu even als opwarmertje doen. Nou, reggae-muziek. 3, 2, 1. Ja. Nee. We kwamen uit de reggae-platen. Weet ik, schat. We kwamen uit de reggae-platen. I know. Ongelooflijk mooi om te zien dat felicitaties voor onze eigen Annemarie Rozing al binnenstromen. Jan Koster bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk de enige. Oh nee, Robert. Robert ook nog. Maar het is prachtig om te zien. Justin Bieber en Stuck With You. Het is echt een romantische quarantaine-song. Je kan er lekker horizontaal op dansen met z'n tweeën. Ach, horizontaal dansen. Ik vind dat zo geen term. En wat wil je dan? Ordinair knallen? Nee, maar dan zou ik het gewoon helemaal niet benoemen. Naaien? Nee. Ja, dat vind ik, na zo'n liedje vind ik dat wel echt een soort moodkiller. Nee, kan je lekker op naaien, dan ga je het er niet zeggen. Dat maar toch een beetje in de sfeer van het liedje. Vrijen. Vrijen? Of de liefde met elkaar bedrijven. Hè, maar liefde met elkaar bedrijven vind ik ook voor Marie. Dat straalt zo niet lekker af op jouw soort van stoere mannelijke imago. Nou, ik weet niet of dat heel erg is, maar... Nee, maar daar werken we eraan. Ik vind horizontaal dansen heel erg leuk. Dankjewel, Annemarie. Ja, dat ik het leuk vind, staat buiten kijf. Ik ga nu water pakken. Goed zo. Ik kom terug met zo'n grote emmer op mijn hoofd. Ik ga even naar de put. Hey Annemarie, we hebben natuurlijk een cadeau voor je. Er waren namelijk honderden mensen, Annemarie, die zeiden ze moet nu eindelijk haar eigen jingle krijgen. Zo'n jingle die moet je natuurlijk passen als een jas. Je houdt van het Nederlandse lied. Dan moet hij ook door top of the bill, hoogste segment, de A-list der A-list van Nederland, moet het ingezongen worden. Hier is hij. Annemarie, gefeliciteerd. Je eigen jingle eindelijk wel. En dan ga ik studio in. Ik ga maar lekker inzingen. Jij ziet hier... André Hazes. Oh. Ik had misschien een beetje gehoopt op een jingle, maar dit... Volgende week vrijdag de reveal van de jingle van Annemarie. Lekker de hele studio voor me alleen. Ik kan doen wat ik wil. Het is helemaal feest. Leuk.
Ik heb me al nooit zo vrij gevoeld. Druk eens op een knopje. Hele studio is van mij. Leuk eigenlijk aan deze kant. Veel leuker. Vooral in de afgelopen meivakantie hebben Matty, Joe en ik uren zitten gamen. Ja. En dan mogen jullie zeggen of dat het klinkt alsof dat we verslaafd zijn. Hey, maar gisteren waren jullie de hele dag niet online. Tom, wat doe jij de hele dag? Mooi dat jij de hele dag online bent geweest en nu verhaal komt halen waar we waren. Ja. Ik bedoel, wat moeten jullie doen? Ik voel me gewoon s'avonds. Ik ging om 12:30 naar mijn nest. Dacht ik, nou, wat hebben die gasten nou de hele dag gedaan? Dat ze geen 10 minuten tijd hadden om die PlayStation. Wat moet je nou doen? Het is fucking corona. Maar ik blijf bij mijn vraag. Wat moet je nou doen? Nou, we hebben allebei een relatie. Dus die week hebben we iedere dag een game, Matty. En soms wel 3-4 uur. Ja, maar en toch heb ik jullie veel gemist, hoor. Nou, wanneer staat onze volgende afspraak? Vanmiddag een potje doen dan? Vanmiddag kan ik niet. Je abonneren op een YouTube-kanaal. 3, 2, 1. Ja. Ik abonneer altijd. Oh ja. Monica en zo. Nou, wat ik altijd doe is zodra ik een video heb gekeken, dan abonneer ik meteen. Dus dan daar, dat weet ik ook. Altijd daar, doe ik meteen. Abonnement. Ik snap niet waarom mensen dat niet doen. Matty en Marieke. Q Music. Matty en Marieke.